Welkom bij Holland Vaart, een serie waarin we op zoek gaan naar de watersportbeleving in Nederland. Elke aflevering een ander vaargebied. En vandaag varen we met deze mooie Lemster Aak naar Monnikendam. Erik, deze mooie Lemster Aak die is van jou en je bent ook een grote zeilliefhebber. Hoe is dat zo gekomen? Ja, ik ben altijd gek geweest op watersport. Ja, en wat doet dat met jou? Wat voel je bij het zeilen? Ik heb een redelijk drukke baan en als ik dan op mijn boot zit valt het enorm van me af. En dan ben ik vrij, een hele andere wereld, andere mensen, enorme gezelligheid, ontspanning en passie voor het wedstrijdzeilen, want het wedstrijdelement dat blijft nog steeds heel erg leuk. Ja, dat vond ik zo fantastisch en ik wilde eigenlijk bij de grote mannen meedoen, hè, de grote jongens. Dus dit schip heb ik toen de tijd zelf eigenlijk uit eigen denktank ontwikkeld. Maar je hebt hem ook zelf gebouwd, toch? Grotendeels, ja. Hoe is dat gegaan? Hoe lang heeft dat geduurd? Wat heb je daarvoor nodig? Ja, ik heb het casco laten maken. Het is verder afgelast door 3 lassers die ik ingehuurd heb. Voor de rest hebben we eigenlijk alles zelf gedaan. Dus al het roestvrije werk, massen, zwaarden. Dus uiteindelijk hebben we dit product ervan gemaakt. Hey, en hoe is het met het onderhoud bijvoorbeeld jaarlijks? Wat moet er allemaal aan gebeuren? Nou ja, dat is wel een goede vraag. Ed zit al te lachen. Dat is mijn bemanningslid. ik woon eigenlijk in het weekend altijd bij mijn boot. Want dan ben ik altijd aan het klussen en het knutselen en het schilderen. Daarom, jij zegt wat een prachtige boot, maar ik moet er dus echt heel veel voor doen om hem te onderhouden. En hoeveel zijn er nog in de vaart? Nou, van deze grote lengte zijn er misschien, nou laat ik zeggen, 80 in de vaart. Dat zijn er 18,5. En van wat kleinere afmetingen ben ik heel verbaasd. Ik vaar de laatste tijd wat meer in Friesland. Dan zie je er zo ongelooflijk veel, dat zijn er volgens mij honderden. Het leent zich ook fantastisch om met je familie erop te zijn. Want het is, je ziet het, het is robuust, je hebt ontzettend veel ruimte binnen. Het zijn makkelijk te varen schepen tegenwoordig, de zeilvoeringen zijn makkelijker gemaakt. Maar het zijn gewoon fantastische schepen om op de binnenwateren te varen. Ja, ik durf het bijna niet te vragen. Mag ik even sturen? Ja, natuurlijk. Ik vind het heel leuk als je dat wil. Ja? Zal ik dan de schoot van jou? Ja, dat is goed. Was goed. Mag ik zeggen waar je heen moet? Ja, zeker. Wil je tussen de rode en groene boeien blijven? Ik ga even op de randje staan. Mag ik deze uit? Ja. We varen richting Monnikendam en dat is de thuishaven van de Leemster Aak. Ja. Nou, het is gewoon een oud plaatsje. Met een enorm intiem havengebeuren en het plaatsje is gewoon ook zo klein en fantastisch schattig. Fantastische plek, echt. Okay. Iedereen moet erheen. Erik, ontzettend bedankt dat ik met je mee mocht. Ik vond het echt een belevenis. En we zien elkaar straks gewoon nog eventjes bij de borrel, toch? Ja, zeker, want dat hoort erbij, hè? Ja, hartstikke goed. Tot zo, hè? Hoi. Doeg. Na een stukje varen ga ik natuurlijk even de omgeving verkennen. En hoe leuk is het om dat op een elektrische scooter te doen? Ik ben er klaar voor. Let's go! Woe! Je ziet ze op allerlei gevels, dit soort afbeeldingen. Vroeger hadden ze een functie, zo kon je zien wie er woonde. Kijk, dit is de monnik. Hij kijkt uit op de dam. Monnikendam. Met een sloep of elektrische boot kun je via de Kloosterdijksluis alle kanten op. Zo kan je naar Volendam, Edam of Purmerend. Nou, dit is echt een aanrader om te doen en Monnikendam te verkennen op deze manier. Zo leuk! En nu heb ik afgesproken met een wel heel bijzonder stijl. Inge en Evert, ruim 12 jaar geleden hebben jullie het roer omgegooid. Jullie hebben een oude loodsboot gekocht en zijn stichting Vaarwens begonnen. Ja. Hoe is dat ontstaan? Nou, daar ging wel iets aan vooraf natuurlijk. Ik bedoel, ik had een onderneming en Inge had een drukke baan en hard werken en een hele dikke burn-out. Ik had een beetje te veel hooi op de vork genomen. Uiteindelijk besloten om het roer om te gooien. Ja. En opnieuw te beginnen. Dus we hebben alles
verkocht wat we bezaten. Huis, haard, bedrijf, dikke auto, alles weg. Wat een stap. Ja, dat was een hele stap. En toen, afgerekend met de fiscus, want de helft ging de schatkist in. Daar hebben wij ook geen rekenschap mee gehouden, maar dat gebeurde gewoon. En wat er van over was, hebben wij het de romp kunnen bemachtigen van de oude loodsboten. En daar hebben we ons huis van gemaakt. Want mijn roeping lag in mijn werk, maar mijn hartje lag op het water. Ik had zeeman willen worden. Dus toen, toen dat schip in 14 maanden tijd hebben we van het wrak van een gezonken loodstender in ons huis gemaakt. En toen de Oostzee in en daar rondvaren. En toen we een paar jaar rondgescharreld hadden, werd Inge haar vriendin, die werd ziek. Ja. En die zegt, wil jij wel mijn buddy zijn weer? Oh, wat mooi. En dat heb je toen gedaan? Ja, toen zijn we teruggegaan en in 3 maanden tijd was ze ook overleden. Ja, dus ging heel snel. Ja, ging heel laat. En daarna mijn vader, dus ook heel veel bij geweest. En toen hadden wij, als je eenmaal te maken krijgt met mensen die overlijden, dan... Het is zo bijzonder, je krijgt zoveel meer diepgang, dat ik had zoiets van, dit wil ik gewoon eigenlijk een beetje vasthouden, weet je wel? Ja. Die het andere manier van omgaan met mensen. Ja. En dat kon in een hospice, dus als je vrijwilliger wordt in een hospice, dan heb je te maken met mensen die komen te overlijden. En toen zegt Evert, ja, maar dan kunnen we niet varen. Ik wil varen, daar werd alles verkocht. Dus ik denk, zeg ik, dat snap ik. Dus dat ging niet door. En op een gegeven moment, lampje, wipping en... dan halen we de mensen uit het hospice aan boord. Ja. En wat houdt het precies in? Wat is dat dan, Stichting Vaarwens? Nou, als mensen terminaal zijn, dan kunnen ze op onze website kunnen ze echt uitbehandeld zijn, geen toekomst meer hebben. Dan kunnen ze op onze website een aanvraag doen voor een vaarwens. Mm-hmm. En dan zorgen wij alles, tot ambulancevervoer, tot verpleging, tot verzorging. En ze mogen helemaal gratis een hele dag meevaren, het water op. Even vergeten. Wat goed. Ja. Want jullie hebben dit schip zelf eigenlijk een soort van ontworpen, omdat jullie weten wat er allemaal nodig is voor de rolstoelen, voor de brancard. Ja. Mogen we even rondkijken? Wil je het laten zien? Ga je gang. Bij ALS, een mooie lift, want hier zit natuurlijk een prachtige lift in. En een ALS-patiënt die met een joystick in wel zijn rolstoel kan bedienen, die kan hier achter de stuur komen met zijn rolstoel. En dan doen we de lift omhoog. Oh, kijk eens aan. Totdat hij op ooghoogte kan sturen. En dit heeft stuurbekrachting en dan kan hij met een pinkje met heel klein. Andere mensen met een rolstoel ook, hè? Ja. Wil je even bedenken? Ja, heel graag. Dit is onze meander. Kijk, daar wonen jullie op. Daar wonen wij op. Wat leuk dat hier een woonstel. Schilderd Rob Groenhuis uit Haarlingen. Ja, mooi hè. Hier is het invalide toilet. Kijk, hier gaat dus de brancard naar beneden toe, of de rolstoel. En dan zit hier een lift aan het plafond. Oh, dat is overal vanuit. Met een tilliftje kunnen we ze, met zo'n stoeltje kunnen we ze uit de rolstoel. En dan rijden ze zo hier boven het toilet. En dan hebben we hier nog een deur open. Speciaal invalide toilet. De glimlach van onze gast op de brancard, die is met geen goud te betalen. Ja, dat is goud waard, hè? Dat is goud waard. En onze buurman Joop, die achter ons ligt, die zei laatst, want dat was al de derde toen in een week tijd, die meneer die kwam op de brancard, werd hij bij ons aan boord gebracht. En aan het eind van de dag ging hij lopend achter die brancard aan terug naar de ambulance toe. Oh, echt? En toen kwam Joop bij mij, de buurman. Hij zegt, even, wat doe jij met die mensen? Ik zeg, hoezo Joop? Hij zei, man, het lijkt loerders wel. Ze komen op elkaar binnen, ze gaan lopend terug. Ik zie, dat noemen wij de vaarwensboost, joh. Ja, zie je. Dat geeft ons de rijkdom. Iedere aflevering gaat Stijn op zoek naar de laatste trends en nieuwste ontwikkelingen op watersportgebied. Vandaag is hij in Kralingen om te onderzoeken waarom suppen zo razend populair is. Vandaag ga ik voor het eerst suppen en daarom heb ik met Melanie afgesproken van Yellow V. Ik hoorde dat jullie bij Vetus, eigenlijk de jongere medewerkers, de subboards hebben ontworpen. Hoe zit dat? Ja, dat klopt inderdaad. Bij Vetus vinden we namelijk dat watersport gewoon voor iedereen bereikbaar moet zijn. En suppen is heel laagdrempelig. Daarnaast is suppen ook gewoon een watersport dat is gewoon geschikt voor jong en oud. En dat wordt ook steeds populairder. En wat zo mooi is van de Yellow V-borden is dat het zich goed onderscheidt van andere merken. En dat komt mede doordat ze echt compleet geleverd worden. Ja, je ziet er ook erg flitsend uit. Ja, dat klopt. Dit is de andere kant van het bord. Met boterkaas en eieren zie ik. Ja, klopt. We hebben namelijk 3 verschillende subboards. En ieder bord is voorzien aan de onderzijde van een ander gezelschapsspel. Dus we kunnen nu ook lekker een spelletje spelen. Dat zouden we kunnen doen inderdaad, maar ik denk dat jij komt om te suppen. Dat is waar. Dat gaan we eerst doen. Dan gaan we dat eerst doen. Ben jij een avontuurlijk type? Soms. Want dan is eigenlijk de Heartbeat 9 echt iets voor jou. Hij is namelijk heel eenvoudig te manoeuvreren. En je kan er eigenlijk mee suppen in de snelstromende rivieren of binnen in de branding. Ik denk dat ik vandaag nog niet zo avontuurlijk ben voor de eerste keer suppen. Maar ik zie hier ook nog een bord liggen. Is dat dan beter voor een eerste keer? Wellicht wel. Dit is onze Heartbeat 11. Dit is onze atleet onder de bord.
Hiermee kun je namelijk echt je horizon mee verleggen en gewoon lange afstanden mee maken. Ik denk dat ik wel genoeg heb verteld, dus zullen wij gaan suppen? Lijkt me een goed plan. Ja, ik heb wel echt zin in. Ja? Oké, mooi. Dat is goed. Heb je trouwens wel droge kleding bij je? Dat niet. Hartstikke leuk, zeker weten. Ja, wel. Ja. Ja, volgens mij hebben we nog een spel te spelen. Ja, klopt. Ja, en dan is 3. 1, 2, 3. I'm in. Hé, Marjan! Hey. Nou, wat heb jij voor lekkers mee? Lekkere aardbeien. Die zien er goed uit. Wil je proeven? Nou, zo ja, lekker. Heerlijk. Ik ga vanavond koken. Oh, wat staat er op het menu? Vissoep. En ik heb een mooie barbecue die ik mag gebruiken. Met gamba's, die ga ik testen. En met lekker stukje sucade erop. Met allemaal groenten. En dat sluiten we af met aardbeien. Klinkt heerlijk. Kom je lekker eten? Nou, graag. Kletsen we gelijk even bij. Doen we. Hoi hoi. Hallo. Gaan jullie zo varen? Ja, we gaan straks varen. En waar gaan jullie heen? We gaan met een gezelschap barbecuen en varen op het Markermeer. Wat leuk. Ja. Vind je het leuk om even aan boord te komen kijken? Nou, heel graag. Nou, superleuk. Kom verder. Ik stap even af. Dankjewel. Jeetje, wat groot. Oh, dat verwacht je helemaal niet als je op het schip staat. Jeetje, wat ruim. We hebben dit schip in 2003 gekocht. En het was echt een bouwval, maar we wilden dit heel graag doen. En ze zagen ons al aankomen bij de bank. Dus we hebben een schip gekocht wat niet duur was, waarvan het casco, dus de basis, heel goed was. Maar binnen was het gewoon een grote champignonnenkwekerij. En eigenlijk alles hier hebben we allemaal zelf gemaakt. En jullie kids zijn ook op de boot? Die zijn er, ja. Zal ik ze even opbouwen? Goed plan. Ja, heel leuk. Ik denk dat we echte kinderen hebben. Hallo. Wat vinden jullie het leukste aan de boot? Voor anker. Ja. En dan gaan we daar zwemmen met bootjes varen. Kleine zeilbootjes. Kleine zeilbootjes. Oh, dus jullie zeilen ook met een optimistje misschien wel? Ja, optimist en splash. Er wordt alles aan watersport wat we hebben wordt ook gedaan. Wordt gedaan. Ja. En zijn er ook dingen dat je zegt, wow, ik zou in een echt huis willen wonen, want dat is zo stom aan het schip? Hele kleine kamer. Ja, toch wel? Dat is de kleine kamer. Ja. Ik wens jullie nog heel veel succes met het ondernemen en met de groepen. Dankjewel. En als gezin natuurlijk. Heel veel woonplezier. Nienke, jij bent eigenaresse van deze jachthaven, Jachthaven Waterland. Ja. En je hebt het een tijdje geleden overgenomen van je ouders. En is dat altijd al de bedoeling geweest? Nee, mijn ouders zijn ooit, of eigenlijk mijn moeder is begonnen ooit met het verhuren van onze eigen boot. Oh. Dus het was één boot en mijn moeder. En dat werden er eigenlijk steeds meer. Dus op enig moment is toen mijn vader in de zaak erbij gekomen. De verhuurvloot werd groter en groter. We hebben er nog steeds 25. Kijk. En toen op enig moment kwam de jachthaven te koop. Toen hebben zij die gekocht. Oh, wat en is dat leuk gegaan. Ja, en het was gedurende die tijd nooit per se de bedoeling dat ik erin zou komen. Ze wilden dit vooral zelf doen. Ik heb aangegeven, ja, ik vind het echt een heel leuk bedrijf. Ik ben opgegroeid in watersport. Dus vandaar dat ik het een hele mooie mogelijkheid vond om mijn eerdere ervaringen te combineren. En wat maakt het werk zo leuk hier op de haven? Ja, het mooie is dat het gros van de mensen die hier is op vakantie. Die is vrij en die is hier voor zijn plezier. Dus iedereen is blij? Iedereen is eigenlijk blij, ja. Dus mensen die hier komen omdat ze een boot hebben gehuurd bij ons, die zijn blij, want die hebben vakantie. En mensen die hier zijn op hun boot denken, oh heerlijk, weer even een weekendje of een tijdje hier. Er zijn veel ontwikkelingen rondom de haven. Kan je daar iets over vertellen? Ja, Monnikendam is eigenlijk een van de grootste concentraties havens aan het IJsselmeer. Er liggen hier meer dan 2000 schepen. Waarbij wij nu een haven hebben van meer dan 1000 plekken. Dus we zijn erg groot geworden. De reden dat we zo groot zijn geworden is omdat we op termijn gaan verhuizen. We zitten nu op de waterlandkant. Waar gaan jullie heen? Naar de overkant, naar de Hemmelandkant. Okay. Die twee havens zijn één geworden vorig jaar. Want hier komt woningbouw. Monnikendam heeft een huizentekort.
Dus, er komt een dus dit verdwijnt rij. Helemaal? Dit verdwijnt helemaal. Wat een gek idee voor jullie. Ja, maar ook het biedt onwijs veel kansen. Want daar merk je wel dat dit is een haven die hier in 1975 met die wetenschap is neergelegd. De andere haven is dat ook. En in 1975 voeren we hele andere boten dan nu. Dus we hebben boksen op maten waar geen boot tussen past. Dus jullie kijken eigenlijk uit naar die ontwikkeling? Ja, wij kijken uit naar die ontwikkeling. Want dat wordt hartstikke mooi. Het is de kans om iets compleet nieuws neer te zetten aan het IJsselmeer. Oh, wat ziet het er allemaal mooi uit. Ja, wat ben je allemaal aan het maken, Marjan? Sjanne, ik heb vandaag een vishoepje gehaald bij de lokale visboer. Hier in Monnikendam? Hier in Monnikendam. Kijk. Aan boord kan je natuurlijk niet zelf vissoep helemaal klaarmaken. Dus ik heb een hele mooie barbecue. Het is heel makkelijk uitklapbaar met een klein gasflesje. En daar heb ik lekker gambas opgelegd. En ik heb ook heerlijke zeegroenten gehaald. En wat voor zeegroenten zijn dit? Dit is venkel. En dat is heel te zuur. En dan heb je eigenlijk gewoon een hele feestelijke vissoep, maar dan voor aan boord. Dankjewel. Geniet ervan. Ik ga er lekker van genieten. Nou jongens, voor jullie straks ook een bordje hoor. De vissoep was echt heerlijk. Wat heb je allemaal nog meer voor ons in petto? Nou, Simon, wat ik voor jullie heb, is dus echt heerlijk een stukje soucade. Maar dit is gesplitst. En dat houdt eigenlijk in dat die zeen eruit gehaald is. En we gaan het bakken als een soort met biefstukje. Maar ik ga dat gewoon heerlijk op die barbecue leggen. Andere kant doen we ook even saus en peper. En hoe lang moet dat dan? Het is eigenlijk om en om bakken. Zeg maar 6 minuten ene kant, 6 minuten andere kant. En dan snij je het zeg maar op de draad. En dan ga ik dat zo mooi even voor je presenteren. Nou, dames eerst natuurlijk. Kijk eens hoe mooi Marjan dat heeft opgemaakt. Eet smakelijk. Marjan, wat ga je nou met die overheerlijke aardbeien doen? Ja, ik heb een marinade gemaakt van dessertwijn. Dat is zoete rode dessertwijn. Daarbij heb ik gedaan een beetje crème de cassis. Ik heb daar anijs bij gedaan. Een vanillestokje. En dat laat je heel even spruttelen in een pannetje. En dan zet je het weg, zet je het koud in een bakje of in een pannetje, wat je ook maar handig vindt. Geniet ervan. Ik ga lekker proeven. Dankjewel weer. Alsjeblieft. Een mooiere plek om deze dag in Monnikendam af te sluiten kan je eigenlijk niet bedenken als watersporters. Ik zeg proost op Hollandvaart en op naar de volgende. Proost! Proost. Proost.